Het was net alsof ik met mijn speelgoed bezig was, weet je wel. Maar, en dan de kick hebben dat wat jouw speelgoed dan is. Met deze giga-omvang. Dat het ook gewoon werkelijkheid werd in Ahoy. Hier zijn we nu op de zolder waar al mijn decor. Anders was het ook handig. Maar waarom wilde je alles in je archief opslaan? Doet iedere artiest dat in Nederland? Ach, kijk nou toch. Kijk, dit zijn oude reclameletters. Towers Lee. De eerste neons. Nou, misschien al 20 jaar geleden. Ja, ze zijn een beetje gedamaged. Maar als ik ze ooit nog nodig zou hebben, en misschien zit het er nog in één keer... dan is dat een kwestie van weer een beetje opkalevaten en dan werkt het gewoon allemaal weer. Neem je me nou de maling dat je zegt nog een keer? Nou, nog één jubileumconcert. 35 jaar in de business dit jaar. Hey, kom even binnen. Ja, maar... dan laat ik je even mijn archief binnen. Nou, kom. Dat is leuk, dus ook voor de mensen thuis is dat leuk. Hey, even voor de aardigheid. Dit was mijn eerste plaatarrangement in 1976. Kijk eens. You never walk alone. You never walk alone. Nou, arrangement van Gerard Stillaert. Maar ik heb inmiddels heb ik drie versies al laten maken. Hè? Van You Never Walk Alone alleen al. Dus dit was een kleine bezetting. Ja. Een recorded soundproof studio. Dit zijn echt documenten dus. Hè. Dit zijn voor mij dus hele dierbare documenten. Kijk in de rondte. Dan zie je, kijk, dat was... Hoe heet ze ook alweer? Ja. Het meisje uit Spijkenis. Die komt er wel op. Anita Meijer. Oh ja. Nee, alle gekke. Nee, geintje, jammer. Maar ja, dit zijn allemaal dingen die ik gekregen heb. Ja, maar kijk, wat ik echt net zag, dit vind ik echt... Dit is bijvoorbeeld een maquette. Dit is jongensspeelgoed. Dit is een maquette en daaronder staat er nog één. Dat alles werkt. Want, kijk, je kan ook gewoon een tekening maken, maar dat doe je niet, je kan hè? Een tekening maken. Even kijken, Oh, dat is niet trap, hè? Nee, ik moet even... Wat was nou die piano, die vleugel? Moet je voorstellen. Kijk, dus hier komt de vleugel naar voren. Dat gebeurde ook allemaal in Ahoy. Even kijken, hoor. Het zat erbij. Ja, ik weet nou natuurlijk niet helemaal meer precies. Orgel. Oh! Kijk, allemaal, ik zoek mijn trapjes eigenlijk. Kijk. Ja. En dan gingen deze trappen... Ja. Dan gingen die trappen omhoog, kijk. Al die vakmensen die daarbij betrokken waren... Die beleefden daar zo ongelooflijk veel plezier aan. Ja. Allemaal. Dat ze, en als ik ze belde al een jaar van tevoren, zeiden ze... Leen, wanneer gaan we weer beginnen? Ah ja, die hang ik later wel weer op. En wat ik zie hem hier eigenlijk... Ja, ik ga nu een beetje neuzen. Dit was ook weer... Die Golden Mike, hè? Dat was de eerste gouden Mike. Hij is nou een beetje gedamaged. Zie maar zien. Maar die gouden Mike. Heb ik gekregen. 84, hier. Jij haalt hem zo tevoorschijn. Ja. Ik was hem kwijt. Kijk. Maar dit deed niemand. Ik heb in gaaszoek. En alleen niemand deed dit. Nee. Nog steeds niet. Ja. Je hebt natuurlijk de producers van de Toppers en van Frans en van René. Jongens, ja, maar het is zijn niet allemaal wat je bij net mij zei, opgeleid. Het is niet Vegas, het is... Kijk, maar kijk. Oh. Ook zoiets. Dat moet je zien hoe dat zit. Ja, maar iemand heeft dus een maand lang thuis op zolder zitten knutselen voor jou. Een maand lang? Nee, dat redt hij niet in de maand. Daar is hij 3 maanden mee bezig geweest. Kijk. Voor mij belt Laura. Wow, laat zien. Kijk. Fantastisch. Nee, echt man. Hier, kijk. Wacht. Hey. Is die mooi? Fantastisch. Helene, ik hoop dat je 140 mag worden. Maar ja...
Maar begrijp je nou dat dit allemaal documentjes zijn en dat het allemaal sorteerbaar is? Ja. Wacht even hoor, ik moet nog even kijken, want ik geloof... Hier, maar Elvis ziet zoet. Nee. Zie je dat? Ja. 1977. Hier. Overeenkomst. André van Keulen. 700 netto, contant. Ja. Dat was de overeenkomst. Gewoon. Voor op een overdekt podium op het exercitieterrein in Woerden. Begeleiding met kwartet Jan Kasten. Betaald. Tweede nummer na de pauze. Ja, voor 700 euro, gulden. Ja. Tussen 8 en 11. Ja. Hierboven zit het lampjes in. Een snoertje. Lachen, hè? Je hebt het gewoon allemaal, hè? Oh. Het is ongelooflijk. Nou ja. Je moet toch gewoon nog een keer terug naar Ahoy? Ja, maar kijk, wat ik nog één keer wil doen, nou. Omdat ik dit jaar ook 35 jaar in het vak zit. Ik maak 50 jaar muziek, maar ik zit 35 jaar als Litouwers in het vak. Dat ik nog één jubileumconcert wil doen. En dat gaat One Night Only heten. Dat was een goed idee van Benno de Leeuw, die de productie ook gaat doen trouwens. Mocht je ooit voor jouw One Night Only nog iemand nodig hebben die je overhemden strijkt, ik bied me echt aan, Leen, want ik wil het meemaken. Dat is leuk, hè, mensen. Hij loopt nog even mee hiernaast, want ik heb nog meer. Hier heb je bijvoorbeeld waar ik erg... Goeie doelen. Goeie doelen. Ja. Hier heb je bijvoorbeeld zo'n check. Dat is mijn ding. Ja. Ik ga november vrij houden, Leen. Ik kan het niet uitleggen. Je moet het begrijpen. En dit is... Ja, dit is het. Dit is toch mijn leven geweest.